Goedemiddag, fijn dat u kijkt naar het webinar. Wat staat er allemaal in uitvoeringsplan? Mijn naam is Marcel Broosens en ik ga ons door het komend uur heen loodsen. Een uur dat als doel heeft te vertellen wat er in een uitvoeringsplan staat en vooral ook hoe je dat maakt. En dat doe ik natuurlijk met een paar deskundigen die betrokken zijn geweest eigenlijk bij het maken van de handreiking voor het uitvoeringsplan. Dat zijn Marieke Betsema en Ivo de Klerk van MSG Sustainable Strategies. Ja, dank jullie zijn. Paul Piccoli, programmamanager bij NPLW. Hallo. En naast jou zit Dirk Groenveld van Woodwater Legal. Jij bent jurist energietransitie. Nou, jullie hebben ook allemaal een rol gespeeld bij de totstandkoming van die handreiking. Dus als er iemand veel over kan vertellen, dan zijn jullie het. Fijn dus dat we daar met jullie in gaan duiken. Hoe gaan we dat doen? Het is eigenlijk vrij overzichtelijk. Jullie gaan zo meteen kort iets vertellen. Paul, jij vertelt straks iets over de aanleiding van de handreiking met name. Jullie vertellen iets, Ivo en Marieke, over wat staat er nou in die handreiking of in die handreiking, maar vooral ook in het uitvoeringsplan natuurlijk. En jij, Dirk, vertelt iets over de juridische kant. En dan komen jullie allemaal weer terug. Jullie komen tussentijds natuurlijk terug. En dan gaan we nog een paar vragen beantwoorden die er via de chat zijn binnengekomen. En dan zijn we zo rond 4 uur, is onze verwachting. Hoe zit het met die vragen? Vooraf konden jullie al vragen stellen. Die hebben we zoveel mogelijk in het programma van deze webinar verwerkt. Dus als het goed is, worden daar de belangrijkste vragen beantwoord die jullie vooraf hebben ingediend. Tijdens de webinar kun je ook nog vragen stellen. Dat kun je doen via de chat. Doe dat gerust. Die komen via moderator bij mij terecht. En in het laatste kwartier ongeveer gaan we die vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Mocht dat allemaal niet meer lukken in dat kwartier, dan komt er een Q&A-document waarin we uiteraard de vragen die niet in de webinar behandeld zijn, dan wel gaan behandelen. Goed. Dan zijn er nog een paar polvragen die we voor jullie hebben klaargezet. Ik denk dat het al aardig is om die alvast even in te starten. Dat zijn polvragen, omdat we een beetje benieuwd zijn met hoe kijken jullie tegen een aantal dingen aan. We gaan ze niet nu behandelen, dat doen we zo meteen tussendoor. Maar het is denk ik wel aardig om meteen in te starten. 3 polvragen komen naar jullie toe. Welke partners vind je lastig om mee te krijgen, maar heb je wel nodig voor het uitvoeringsplan? Dus welke partners zijn lastig of vind je lastig om mee te krijgen, maar zijn wel hard nodig? Hoe kijk je naar de aanwijsbevoegdheid? En die aanwijsbevoegdheid, dat is dus dat een gemeente kan aanwijzen in welke wijk de levering van het aardgas wordt beëindigd. Het juridische instrument zit eraan te komen. Gaat Dirk zo vast van alles over vertellen. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat vind je daarvan? En wanneer denk je zelf je eerste aardgasvrije wijk te kunnen opleveren? En dan hebben we het natuurlijk over bestaande wijken, voor de duidelijkheid. Dus wanneer denk je dat de eerste aardgasvrije wijk in je gemeente er is? Dat zijn 3 vragen. Multiple choice. Beantwoord ze alvast. En ondertussen is naar de desk gelopen Paul. Paul Piccoli, zei ik al, programmamanager bij NPLW. En Paul, jij gaat iets vertellen over de aanleiding voor de handreiking. Dat klopt. Toen wij als NPLW van start gingen, kregen we al vrij snel de vraag van wat moet er nou precies in zo'n uitvoeringsplan komen? En waarvoor is zo'n uitvoeringsplan nou eigenlijk nodig? Op het moment dat je een wijk van het aardgas afgehaald gaat halen, ben je al vrij snel, pak een beet, 10 jaar bezig. Het gaat echt om een serieuze transitie. Reken maar na, je bent ongeveer 2 jaar bezig om een plan op te gaan stellen. En je bent 8 jaar bezig om te komen tot uitvoering. Dus totaal 10 jaar. Dus je bent meer dan 2 collegeperiodes bezig om mensen mee te nemen in zo'n wijk. Het is dan ook heel erg belangrijk dat je dat planmatig en gedegen doet. En niet alleen zelf, maar ook met bewoners en ook met partners in de wijk. Want zo'n plan is belangrijk voor gemeenten. Maar je voert natuurlijk ook de regie erover. Maar zo'n plan is net zo goed belangrijk, ook voor de bewoners in de wijk, voor de organisaties die daar zitten, voor bedrijven en voor partners met wie je samenwerkt in de warmtetransitie. Dat is belangrijk omdat bewoners natuurlijk ook gewoon aan de slag willen gaan met verduurzaming. Ook anders zien wat er gebeurt. Willen ook bezig met het tegengaan van klimaatverandering. Tegelijkertijd zijn er ook gewoon een aantal praktische redenen waarom het belangrijk is voor bewoners. Kijk je bijvoorbeeld naar de norm voor het verwarmen van huizen vanaf 2026. Dat geldt voor huiseigenaren dat zij dan gebruik moeten maken van een hybride warmtepomp. En op het moment dat je zo'n pomp gaat aanschaffen, dat ding gaat 10 tot 15 jaar mee, is het ook belangrijk om te weten dat een gemeente bijvoorbeeld niet aan de slag gaat met een warmtenet in de buurt. Dus dat is belangrijke informatie om dit te kunnen afwegen. En ook op het moment
dat een gemeente dus concrete plannen heeft in een wijk, dan kan dat ook een uitzonderingsgrond zijn voor bewoners om zo'n pomp wel of niet aan te moeten schaffen. Maar ook als je als bewoner aan de slag wil gaan met isoleren, is het belangrijk om te weten van hoe ver moet je dan gaan met je isolatie. Kun je zeggen van, nou ja, zoveel mogelijk, ga richting label A zelfs, wat een forse opgave kan zijn voor veel oudere panden. Maar misschien komt er wel een warmtenet en volstaat een energielabel D. Dus ook vanuit dat perspectief is het echt relevant voor bewoners om dit te weten. Dan geldt natuurlijk ook een thema als een netcongestie. We weten allemaal voor wat voor opgaven ook de netbeheerders staan. Op het moment dat je als gemeente goed inzichtelijk hebt wat er nu wel en niet in een wijk gaat gebeuren en wat dit ook vraagt van de netbeheerder en vraagt van de netcapaciteit, op zo'n moment kun je je wensen en je behoeftes als gemeente ook gericht inbrengen in die gesprekken met die netbeheerder en ook gaan sturen. En dat is belangrijk om dat ook tijdig te doen. Ik gaf ook al aan, we hebben het over een opgave van minimaal 10 jaar. Dus als je nu er al over gaat nadenken, voordat je het weet, zit je rond 2035. Dus ook om daar goed gericht op te kunnen sturen, is zo'n planmatige aanpak echt wel belangrijk. Het is wel goed ook om te weten dat je als gemeente zelf bepaalt hoe je nou precies die onderbouwing gaat doen van je aanpak in de wijk. Je kunt dat doen met een uitvoeringsplan, maar een uitvoeringsplan is geen verplicht instrument dat je moet gaan toepassen. Kijk, het kan best zijn dat je in die wijk veel woningcorporaties hebt, of dat het gaat om een gebied waar je veel bedrijven hebt. En in dat geval kan het ook volstaan dat je een set afspraken hebt en dat je onderbouwing vormt. Maar het is wel belangrijk dat als je zegt een bepaald gebied gaat van het aardgas af, dan heb je wel de onderbouwing nodig. En in veel gevallen is het dan vanzelfsprekend om dat te doen aan de hand van een uitvoeringsplan. Omdat dat zo vanzelfsprekend is, hebben wij dus een handreiking ontwikkeld. En die handreiking helpt je bij het opstellen van zo'n stuk. Dat doet het op een aantal heel praktische manieren. In de eerste plaats geeft zo'n handreiking aan van, nou ja, welke hoofdstukken kunnen er in een uitvoeringsplan komen te staan. Dat is gewoon heel overzichtelijk per hoofdstuk en waarom dan vervolgens dat hoofdstuk erin zou kunnen staan. Dan bestaat de handreiking ook uit een case van een fictieve gemeente. Die hebben we Nieuwerland genoemd. En daar wordt vervolgens ook gezegd, oké, als je dan kijkt naar al die hoofdstukken, hoe zou dan voor die fictieve case Nieuwerland, hoe zou dan zo'n hoofdstuk worden ingevuld? Dus dat staat allemaal in die handreiking uitvoeringsplan. Nou zegt zo'n handreiking natuurlijk heel veel en kun je er ook heel veel mee, maar je zult als gemeente altijd nog wel zelf het werk moeten gaan doen. Want zo'n uitvoeringsplan, ja, het is niet one size fits all. Elke gemeente is uniek. Elk gebied, elke wijk, elke buurt, elke dorpskern is uniek. Dus je zult veel elementen kunnen gaan gebruiken. Maar je kan niet, je zal echt nog zelf veel werk moeten verrichten. Wat bijvoorbeeld aan participatie op de ene plek wel werkt, in de ene stad wel werkt, kan best zijn dat die vorm van participatie weer niet werkt in een bepaald dorp of in een andere willekeurige wijk. Dus de handreiking biedt aanknopingspunten. Er is één ding wat de handreiking sowieso niet biedt. En dat is uitwerken van een voorbeeld voor een all-electric wijk. Dus we hebben in die case Nieuwerland hebben gezegd dat een warmtenet gaat worden, maar we hebben niet een voorbeeld van hoe doe je dat nou als je een all-electric wijk hebt. Nou, we gaan sowieso volgend jaar natuurlijk als NPLW verder met de ontwikkeling van veel verschillende nieuwe producten. En één daarvan is ook het ontwikkelen van een case specifiek gericht op all-electric en meer een landelijk gebied en veel grondgebonden, vrijstaande woningen. We doen natuurlijk veel meer in 2024. Komen bestuurlijke doe-ateliers. We gaan bezig ook met het proces om te komen tot een uitvoeringsplan. En we ontwikkelen een handreiking voor het warmteprogramma. Ziet hier een selectie in beeld. Natuurlijk komt alles ook gewoon op nplw.nl te staan. Dus bekijk onze kalender op nplw.nl en abonneer je vooral ook op onze nieuwsbrief. Dankjewel, Paul.
Dat was het begin, de aanleiding voor de handreiking en ook kort iets over wat eigenlijk zo'n uitvoeringsplan nou is. Paul komt weer aan tafel. Marieke en Ivo, jullie gaan je alvast klaarmaken voor het deel over de inhoud. Hè? Wat staat er nou precies in, zo'n uitvoeringsplan? Ondertussen kijken wij even naar de eerste pollvraag die we zojuist stelden. En die vraag was, welke partij vind je belangrijk om mee te krijgen, maar is ook wel lastig? Welke partners vind je lastig om mee te krijgen, maar heb je wel nodig voor het uitvoeringsplan? Paul, wij kijken even heel kort naar de resultaten. Ik lees ze op. Als eerste is geëindigd de netbeheerder. Daarna komen de bewonersinitiatieven energiecoöperaties. Dan de woningcorporaties, de bouwbedrijven en vervolgens de andere overheidspartijen. Dus netbeheerder en bewonersinitiatief energiecoöperaties, een beetje om het even is dat, allebei ruim 40%, wordt als een belangrijke partij gezien allebei, maar ook wel lastig om mee te krijgen. Herken je dat? Jij zei net al iets over die netbeheerder. Ja, goed. Ik denk dat er nog genoeg werk te verrichten is. Hè, want deze top, 4, 5 partners die jij noemt, dat zijn echt de partners die we wel nodig hebben. En daar zullen we uiteindelijk toch een modus in moeten gaan vinden. Hè? Dus, maar ja, weet je, daar moeten we gewoon aan blijven werken, denk ik. Ja, blijft gewoon aandacht vergen. Dat blijft aandacht vergen. Ja. Goed, Marieke en Ivo staan klaar. Allebei dus adviseur bij MSG Sustainable Strategies. Ze hebben een flink deel van die handreiking ook gemaakt. En ze gaan iets meer vertellen over wat erin staat. Dankjewel. Ja, wij hebben inderdaad de handreiking mee ontwikkeld. Dat hebben we niet helemaal alleen gedaan. We hebben dat met een heleboel kennis en expertise van gemeentes en partners waar gemeenten mee samenwerken, hebben we dat gemaakt. Uitgangspunt is natuurlijk dat we een wijkgerichte aanpak hebben en dat de wijkgerichte aanpak de overgang naar aardgasvrij sneller, beter en uiteindelijk ook goedkoper zou moeten maken. Daarom hebben alle gemeenten, of bijna alle gemeenten, een transitievisie warmte opgesteld in de afgelopen periode. En eigenlijk is een uitvoeringsplan is de vervolgstap daarop. Het doel van ons project, de doelstelling die wij meekregen, dat was om een heel praktisch document te maken, zonder dat het een invuloefening zou gaan worden. Dus het is een praktisch document en zoals Paul al zei, je moet wel echt zelf nog nadenken. Het is niet alleen maar invullen en klaar. We hebben dus 3 delen. Eén is het onderdeel wat Ivo zo meteen gaat presenteren. Wat staat er nou in? Welke hoofdstukken kun je afgaan als je een uitvoeringsplan maakt? Verder hebben we een juridisch kader, het juridisch deel. Het is een ingewikkeld traject en daar zal Dirk zo meteen wat meer over vertellen. En we hebben dat voorbeeld voor een warmtenet eigenlijk ter inspiratie. Wat is nou eigenlijk een uitvoeringsplan? Het is het concretiseren van de transitievisie warmte, zodat het ook handelingsperspectief geeft aan alle bewoners, ondernemers en de gebouweigenaren die in zo'n gebied zitten. En ook de uitvoerende partners. Dus maak eigenlijk, uiteindelijk geeft een uitvoeringsplan een samenhangend plan met rollen, verantwoordelijkheden en ook de taken die er zijn in de uitvoering. Het is een instrument in het democratische proces. Het wordt veelal vastgesteld door de burgemeester en wethouders, door het college. En als je ervoor kiest om je aanwijsbevoegdheid in te zetten, dat is nogal een ingrijpend instrument wat je inzet, of een ingrijpend iets, een ingrijpend besluit. En daarvoor is het heel goed om zorgvuldige onderbouwing te geven. En zo'n uitvoeringsplan kan je helpen om daar die onderbouwing zo goed mogelijk te hebben. Speelt daar gewoon een belangrijke rol in. Het uitvoeringsplan is een besluitvormingsdocument. En het geeft duidelijke de plannen voor in het gebied aan. En het geeft informatie ook voor bewoners en ondernemers en eigenlijk al die partijen in het gebied die daar iets mee moeten. Het is specifiek niet een document dat je gebruikt in de publiekscommunicatie. Dus er zit wel een samenvatting in die geschikt is voor een breed publiek. Maar verder is het echt een document om besluiten te nemen. Op basis waarvan je als gemeente informatiemateriaal zou moeten gaan ontwikkelen voor de diverse doelgroepen binnen de wijk, binnen het gebied. Dan is het nog wel belangrijk om te zeggen dat zo'n uitvoeringsplan niet helemaal tot in detail de planvorming aangeeft. Het is eigenlijk de start van de uitvoeringsfase. Dus het is niet een totale detailplanning. Welke soorten uitvoeringsplannen hebben we het nou eigenlijk over?
Er zijn natuurlijk al een aantal uitvoeringsplannen gemaakt. Misschien bent u er zelf ook al wel mee bezig of heeft u er al één of twee gedaan. Deze uitvoeringsplannen en de handreiking richt zich specifiek op uitvoeringsplannen die gaan over gebiedsgericht gebied volledig aardgasvrij maken. Dus dat gaat dan over alle gebouwen binnen dat specifieke gebied. En aardgasvrij, dus niet aardgasvrij ready, maar aardgasvrij. En dat zijn meestal woningen. Er kunnen ook natuurlijk andere gebouwen in het gebied aanwezig zijn. Dat is zeer waarschijnlijk. Maar voor een bedrijventerrein, volledig bedrijventerrein, of als er heel veel bedrijven of andere soortige utiliteiten zijn, is waarschijnlijk een andere aanpak nodig. Het gaat dus echt over woningen met een paar utiliteiten. En het gaat over het inzetten van je aanwijsbevoegdheid, waar we het vandaag eigenlijk al een aantal keer over gehad hebben. Dus een gebied aanwijzen om straks in het omgevingsplan op te nemen dat de aardgaslevering op x termijn, wordt meestal 8 jaar gezegd, daadwerkelijk stopt. Betekent niet dat de handreiking niet voor andersoortige uitvoeringsplannen geschikt is. Je kan hem ook heel goed gebruiken als je een andere uitvoeringsplan hebt waarbij je aardgasvrij ready wordt of waarbij je niet je aanwijsbevoegdheid inzet. Dan kan het natuurlijk heel goed ook als inspiratie dienen. Het uitvoeringsplan binnen de planvorming. En we gaan er eigenlijk vanuit dat de handreiking is een product van een proces waar je doorheen gaat. En dat proces, daar zijn we nu mee bezig. De NPLW is daar nu mee bezig om dat te gaan beschrijven. Dit is het product. En er is een fase voordat je dit product hebt gemaakt en er is een fase daarna. We gaan ervan uit dat de meesten al een transitievisie warmte gemaakt hebben. Daar is al veel onderzoek geweest. Technisch, financieel, sociaal onderzoek is daar, heeft daar al plaatsgevonden. En er is met partners gesproken en er is daarin al ook geparticipeerd met bewoners, bewonersinitiatieven enzovoort. Dan heb je het uitvoeringsplan aan aan de kenmerken gebiedsgericht, aardgasvrij en aanwijsbevoegdheid voldoet. En vervolgens, als dat plan klaar is, dan ga je richting de uitvoering. En dan heb je dus tijd nodig voor het wijzigen van je omgevingsplan, voor het hele besluitvormingsproces daaromheen en ook het doen van de aanbestedingen en dat soort zaken. Die uitvoering dat duurt ook nog een x-aantal jaren. Dus het is niet iets wat, wat in één jaar of in 2 jaar gereed is. Tot zover even over waar zit dit uitvoeringsplan nou in de planvorming. Daar zal Dirk zo meteen ook nog wel meer over vertellen. En ik wil nu Ivo vragen om meer te vertellen over wat staat er nou eigenlijk in zo'n uitvoeringsplan. Ja, dankjewel Marieke. En zoals Paul en ook Marieke al vertelden, is een groot deel van de handreiking gaat eigenlijk over een mogelijke opbouw voor een uitvoeringsplan. Dus eigenlijk de vraag, wat moet hier allemaal in staan? En dat zien jullie hier in het korte inhoudsopgave. Nou, die wilden we niet helemaal doorlopen. Dat leek ons niet de beste besteding van deze tijd. We wilden een aantal belangrijke hoofdstukken uitlichten en ook de samenhang daartussen beschrijven. Dus dat doen we de komende minuten in vogelvlucht. Om te beginnen bij het vierde hoofdstuk, eigenlijk het technische hoofdstuk over de warmteoplossing die je als gemeente kiest. En op het moment dat je als gemeente in een uitvoeringsplan dat kiest en de aanwijsbevoegdheid in gaat zetten, dan betekent dat ook echt wat voor de buurt. Mensen zijn niet verplicht om over te gaan op die warmteoplossing, maar het is wel in principe de keuze voor de wijk. En die wijk wordt dus aardgasvrij. Nou, wat moet je dan weten van zo'n warmteoplossing? Je moet in elk geval weten wat de bronnen zijn in veel gevallen. Misschien voor een individuele oplossing wat minder belangrijk als de elektriciteit van het net komt. Maar zeker bij een warmtenet is het belangrijk om te weten wat die zijn. Je moet een beeld hebben van de infrastructuur die daarvoor nodig is. En zeker capaciteit op het elektriciteitsnet is daarbij de laatste tijd een heel belangrijk punt. En ook bij collectieve aanpakken met een warmtenet, alleen al de extra vraag om te koken, om elektrisch te koken, is een knelpunt soms. En je moet weten wat dat van de gebouwen vraagt die in het gebied staan. Dus welke aanpassingen zijn er nodig? Bijvoorbeeld op het gebied van isolatie, ook ventilatie. Maar ook aan de aansluitingen, bijvoorbeeld op een warmtenet of moet de elektriciteitsaansluiting verzwaard worden. Nou, dat inzicht en die warmteoplossing van bron tot en met gebruiker, dat geeft je al een eerste stap richting de onderbouwing dat dit een geschikte warmteoplossing voor de wijk is. En die onderbouwing die hangt er verder vanaf, het afwegingskader dat je als gemeente en partners hebt. Vaak in de transitievisie ook al is uitgewerkt.
En één belangrijk deel dat bijna wegvalt hier, maar wel een groot onderdeel is van de discussies in de praktijk, is de betaalbaarheid van de oplossing. Wat gaat het eigenlijk kosten aan ons als samenleving, dus de maatschappelijke kosten, maar ook aan de bewoners en de andere gebouweigenaren in het gebied. Wat kosten die maatregelen hun nou eigenlijk? Is toch vaak een van de grote vragen waar ze mee zitten. En dan tot slot eigenlijk de technische haalbaarheid van de warmteoplossing waar we naar kijken. Dat zit hem in heel veel aspecten. Dus de ruimtevraag is vaak een onderwerp dat later aan bod komt, maar wel heel belangrijk is. Waar komen de transformatorhuisjes, de warmteoverdrachtstations? Heb je wel de plek in de ondergrond om dit aan te leggen? Maar daar spelen ook juridische discussies mee, bijvoorbeeld over rond de milieueffectrapportage, die je in veel gevallen nodig hebt. En de soortenbescherming, wat zeker sinds de zomer een heel groot onderwerp is geworden. Op het moment dat je woningen gaat isoleren, dus bij spouwmuurisolatie en dakisolatie in elk geval. En dat alles wil je in beeld hebben om eigenlijk te zien dat de warmteoplossing die je voorstelt, dat die haalbaar is voor het gebied. Dat is één onderdeel van de haalbaarheid. Het andere is het plan van aanpak. Wat ga je nou eigenlijk doen om die warmteoplossing te realiseren? We zien een uitvoeringsplan echt als een product van aan de ene kant de gemeente, maar aan de andere kant ook de verschillende partners die je daarbij nodig hebt. Dus dat zijn in elk geval de investerende partijen, zoals bijvoorbeeld de netbeheerder die je eigenlijk vrijwel altijd nodig hebt, waar het net ook al eventjes over ging. In veel gevallen woningcorporaties, warmtebedrijven, bewonersinitiatieven en energiecoöperaties. En we zien individuele bewoners niet als een partner hierin. Dus het is heel belangrijk om ze goed te betrekken. Maar het zijn niet de partijen waarmee je van tevoren handtekeningen vraagt over investeringsplannen voor de komende jaren. Nou, met die partners wil je een plan opstellen. En dat plan dat is niet, zoals Marieke al zei, een detailplanning voor de komende 8 jaar. Dat lukt niet in deze fase. Maar je wil wel duidelijk hebben dat de aanpak die je voorstelt, dat die haalbaar is. Zeker als op een gegeven moment de aardgaslevering beëindigd wordt. Dus dat vraagt in elk geval om goede governance. Hoe ga je samen besluiten nemen? Wie heeft welke taken daarin? En het vraagt om inzicht in de maatregelen en de samenhang daartussen. Dat zit eigenlijk in twee categorieën. Namelijk, wat gaan de partners zelf doen om een warmtesysteem te realiseren? Gaan ze buizen in de grond leggen ergens? Wanneer dan? Moet er een warmtebron ontwikkeld worden? Wat doen ze met hun eigen gebouwen? Maar een heel belangrijk ander deel is de ondersteuning die geboden wordt aan andere gebouweigenaren. Dus zeker de bewoners, ook bijvoorbeeld ondernemers in het gebied. Wat bieden de partners in de gemeente hun nou om goed van het gas af te kunnen? Nou, dat alles is in elk geval een onderbouwing van de redelijke termijn. En dat is die termijn van 8 jaar die vaak genoemd wordt, waar Dirk zo ook over doorgaat. Het kan korter of langer zijn, maar je wil in elk geval duidelijk hebben dat dat haalbaar is in die tijd. En dat je daar ook de nodige middelen voor beschikbaar hebt. En in vervolgfases, na het vaststellen van het uitvoeringsplan, kun je de planning dan in meer detail invullen. Dus dat is vaak een stap die, nou, bestuurlijke besluitvorming gaat ook even overheen. Soms is bijvoorbeeld ook het warmtebedrijf nog niet in zicht als het gaat om een warmtenet. En dat die detailplanning is iets dat je dan in de fase daarna wil doen. Dat plan van aanpak dat leidt, als het goed is, tot een aantrekkelijk handelingsperspectief voor de bewoners, de ondernemers en de andere gebouweigenaren in het gebied. En dat handelingsperspectief bestaat in elk geval uit hoe ze over kunnen stappen op de gekozen warmteoplossing. Dus wat moeten ze nou eigenlijk doen om bijvoorbeeld aan te sluiten op dat warmtenet, om hun woning te verduurzamen met individuele opties? En dat verschilt nogal tussen die opties. Maar eigenlijk kun je een klantreis zien daarin, waarbij de vraag is wat moeten mensen doen en welke ondersteuning is er beschikbaar per stap? Dus dat gaat dan bijvoorbeeld om de oriëntatie. Goh, welke oplossing is eigenlijk geschikt voor mij? Er zijn altijd gebouwen waarvoor de voorgestelde oplossing misschien niet de beste of de enige is. Het gaat ook om zaken zoals, goh, waar kan ik maatwerkadvies krijgen? Moet ik zelf een adviseur zoeken? Heeft de gemeente dat al geregeld? Moet ik zelf offertes gaan opvragen of is er een collectieve inkoopactie? De subsidies zijn vaak een ingewikkeld punt. Dus dat is eigenlijk een heel rijtje van stappen waarbij je als partners hulp kan gaan bieden om die oplossing haalbaar en werkbaar te maken voor bewoners. En dat is voor bewoners, dat wordt vaak als eerste gedacht aan eigenaren van koopwoningen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor andere groepen in de wijk. Dat gaat om huurders en verhuurders. Het gaat ook om VVE's die vaak hun eigen processen hebben. En dat gaat bijvoorbeeld om ondernemers en andere gebouweigenaren waar misschien wel maatwerkoplossingen nodig zijn. Nou, al die gebouweigenaren die hoeven we niet te kiezen voor de warmteoplossing die je als gemeente aanwijst. Ze hebben ook andere opties, de opt-out. En dat proces wil je ook schetsen, want ze hebben een keuzevrijheid, maar dat is vaak niet alles mogelijk.
Dus daar kunnen technische beperkingen zijn. Als je wil aansluiten op groen gas, dan is dat er niet zomaar in de wijk. Soms zijn er boringsbeperkingen, mag je ergens niet de grond in. Dus dan is een bodemwarmtepomp bijvoorbeeld ook uitgesloten. En dat kunnen ook juridische beperkingen zijn die daar gelden. En je wil dat dat allemaal een sociaal haalbaar plan oplevert. Dus dat zit in elk geval in de aspecten de betaalbaarheid. Kunnen alle groepen in de wijk dit opbrengen? Wat doet dat met de energierekeningen? Is er sprake van energiearmoede? Het gaat ook om de financierbaarheid. Dus zelfs als de oplossing uiteindelijk aantrekkelijk is, kost het misschien wel wat van tevoren. En het gaat om de werkbaarheid. Kunnen mensen eigenlijk dit plan begrijpen? Wat wordt er mentaal van ze gevraagd om over te stappen? En welke hulp is daarbij beschikbaar? Nou, op deze manier kunnen we denk ik alle andere hoofdstukken ook nog wel afwerken. Maar we wilden alleen kort een paar punten aanstippen. Dat is bij de publieksamenvatting. Want zoals Marieke al zei, het uitvoeringsplan dient uiteindelijk ook voor een heldere communicatie naar de wijk toe. Maar het is best een ingewikkeld verhaal. Dus alles schrijven op een niveau dat iedere wijkbewoner daarmee aan de slag kan. Dat zal begrijpen. Dat is een hele uitdaging. En dat is waarom aan het begin een publieksamenvatting, dat we dat aanraden. Om daar eigenlijk in wat simpelere bewoordingen te vertellen. Wat is er aan de hand in uw wijk? Wat gaan wij dan nu doen? Wat wordt er concreet gedaan? En wat betekent dit voor u? Om dat handelingsperspectief te schetsen. En dan nog om twee hoofdstukken aan het einde uit te lichten. Dat zijn de juridische borging, waar Dirk zo meer over gaat vertellen. Hoe wordt dit eigenlijk omgezet in regels? Maar ook welke afspraken hebben de partners onderling? Hoe leggen ze die vast? En de monitoring en evaluatie, omdat we ook al terug hebben gekregen dat het heel een plan voor 8 jaar, daar zul je altijd wel wendingen in hebben, voortschrijdend inzicht. Dus daar zal altijd wel iets van koerswijziging in zitten. En het is goed om vooraf erover na te denken hoe je dat goed in gaat kaderen. Dus dat, ik denk dat we nog een tijd door zouden kunnen gaan, maar dat zijn denk ik de hoofdlijnen. En dan is denk ik Marcel om door te gaan. Ja, dankjewel Marieke en Ivo. En jullie komen weer lekker aan tafel zitten. Dan kan zometeen Dirk naar de desk gaan voor zijn bijdrage. Maar wij kijken ondertussen even naar de tweede polvraag die we hadden gesteld. Hoe kijk je naar de aanwijsbevoegdheid? Hè? Dus de mogelijkheid van gemeenten om aan te wijzen welke wijk wanneer van het gas afgaat. Ik lees het even op. Daar waren 3 antwoordmogelijkheden. Het meest ingevuld is met 58%. Die vervult een belangrijke rol en is noodzakelijk om de voortgang te borgen. Dus daar is de aanwijsbevoegdheid belangrijk. De tweede is 41%. Het is het allerlaatste middel als andere middelen er al zijn ingezet. En 10%, dat is dus het restant, zegt het doet afbreuk aan het draagvlak. Met andere woorden, ja, in mijn simpele termen, het wordt toch redelijk omarmd als iets wat je nodig hebt om vooruit te kunnen komen. Zie je het ook zo? Ja, ik denk het wel. Ik ben eigenlijk wel blij met deze uitkomst. Ik had zelf ingeschat dat die laatste meest geantwoord zou worden. Maar ik denk, ik zie dat ook zo. En ik denk de eerste twee lijkt me heel goed. Het is gewoon een manier om echt voortgang te kunnen boeken en om die doelen te behalen, hè, uit het klimaatakkoord. Ja. Dus ja, ik ben blij dat het zo is ingevuld, ja. Dirk, jij mag alvast naar de desk. Heb ik misschien nog 1 vraagje aan jullie. Ik zag op de chat even met een schuine oog binnenkomen. Waarom is die handreiking niet per se geschikt om een bedrijventerrein bijvoorbeeld aan te pakken? Kun je daar kort iets over zeggen? Ja, allereerst natuurlijk omdat op bedrijventerreinen heb je vaak ook wel andersoortige, broodjes speciaal noem ik dat altijd, andersoortige warmtevragen. Bijvoorbeeld, het kan ook de bakker zijn in de wijk, maar bijvoorbeeld proceswarmte. Dus dat is een van de redenen dat je daar toch wat specifieker naar zou willen kijken. Ja. En we hebben hier dus echt goed gekeken naar de woonwijken om die te pakken. Ja, dus dat gaat met name om warmte om te kunnen wonen. Ja. Ja. Het is iets zeggen dat je niet elementen uit de handreiking kunt gaan gebruiken, maar daar hebben we het in eerste instantie niet naar geschreven. Nee. Okay. Dirk, jij staat klaar om de juridische kant te doen. Jij bent dus, zoals ik al zei, jurist energietransitie eigenlijk bij Woodwater Legal en ook meegewerkt aan de handreiking. Ga je gang. Okay. Ik ga jullie meenemen de komende 10 minuten in het juridisch kader wat betreft het uitvoeringsplan. Dat is wel op hoofdlijnen. 10 minuten is relatief kort om echt heel uitgebreid op alle juridische aspecten in te gaan. Maar ik doe een poging om zeg maar, de hoofdlijnen goed duidelijk te maken voor jullie als luisteraars. Het is even belangrijk om even terug te gaan naar het klimaatakkoord 2019... waarin een wijkgerichte aanpak is afgesproken wat betreft het aardgas vrijmaken van de gebouwde omgeving in gemeenten. En waarbij gemeenten en met name een hele sterke regierol krijgen of hebben, maar ook moeten uitvoeren.
Nu is het afgelopen jaar zijn de aardgasvrije wijken, zeg maar het programma, is er geweest. Wat betreft de proeftuinen. Daar is wel geconstateerd dat er toch wel gemeenten ontbreekt aan toereikende juridisch gereedschap. Eigenlijk wettelijke bevoegdheden. Dat is ook de aanleiding geweest om meer wettelijk instrumentarium te ontwikkelen voor gemeenten om die extra stappen te kunnen maken. En met name ook om te kunnen opschalen. Nou, op dit moment is eigenlijk de wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, de WGW ook wel genoemd, die is in ontwikkeling. Die is in juni als ontwerp, als wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. En die bevat een heel belangrijk instrument die gemeenten straks echt meer gereedschap moeten geven om echt die stappen te kunnen maken, om echt te kunnen opschalen. Dat is met name dan dat instrument is de gemeentelijke aanwijsbevoegdheid. En die aanwijsbevoegdheid is al een paar keer genoemd hiervoor door Marieke en ook Ivo. Dat is een bevoegdheid voor gemeenten om regels te kunnen opnemen in het omgevingsplan. Dat is in het kader van de omgevingswet straks het instrument als opvolger van het bestemmingsplan. Om daar regels in op te nemen waarbij gemeenten een datum kunnen opnemen, een redelijke termijn, waarbij gemeenten binnen een bepaalde termijn dus van het wijken van het gas kunnen worden afgehaald. Dat is een behoorlijke ingrijpende vergaande stap natuurlijk. En die is ook ingebed in een planproces eigenlijk om te zorgen voor een zorgvuldig proces daarin. Dat planproces bestaat uit drie schakels. Het warmteprogramma, het uitvoeringsplan, wat hier centraal staat vanmiddag, en de wijziging van het omgevingsplan. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. Dat uitvoeringsplan, dat is eigenlijk een belangrijke schakel in dat stappenproces, in dat planproces, die, wat Marieke net ook al aangaf, eigenlijk een belangrijke bouwsteen is voor de wijziging van het omgevingsplan. Het bevat elementen, waar ik straks ook diep op inga, die noodzakelijk zijn om zeg maar, dat besluit te kunnen nemen om een omgevingsplan vast te stellen. Dan is ook nog even heel belangrijk dat in het kader van het planproces en ook de inzet eigenlijk van die aanwijsbevoegdheid als onderdeel van die wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, dat die bestaat uit een aantal juridische waarborgen. En die waarborgen die worden op dit moment uitgewerkt in het besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, afgekort BGIW. Dat is op dit moment in uitwerking en dat is een uitvoeringsregeling van die wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Ik kom daar straks ook nog even kort op terug. Dan is even heel belangrijk als het gaat om de keuze eventueel voor een warmtenet als een wijkgerichte duurzame warmteoplossing, de wet collectieve warmte, de WCW afgekort. Daar is veel over te doen, afgelopen jaar al. Hij is er nog steeds niet. Er is nu een wetsontwerp naar de Raad van State gegaan voor commentaar. Die moet advies geven. Er zitten een aantal aspecten in die toch wel veel discussies zullen opleveren in de Tweede Kamer. Dus het is nog heel erg onzeker wanneer deze wet collectieve warmte in werking zal treden. Hij is wel heel erg belangrijk, deze wet, in samenhang met die wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Die straks ook in de Tweede Kamer dus zal worden behandeld. Dus dan is het even om even in te zoomen op het planproces. Even die drie schakels waar ik het net over had. Dat is om te beginnen het warmteprogramma. Ook dit is een aspect wat onderdeel is van die wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Daarin is opgenomen in het wetsvoorstel dat het warmteprogramma als verplicht programma geldt als bedoeld in de omgevingswet. Dus dat is een belangrijk aspect ook wat betreft inzet van de aanwijsbevoegdheid. Wat betreft de inhoud van een warmteprogramma is het BGW, het besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, heel erg belangrijk. Die gaat bepaalde eisen stellen ten aanzien van de inhoud van het warmteprogramma. Dus over de wijken die moeten worden opgenomen voor een bepaalde periode in het warmteprogramma. Over de actualisatie van het warmteprogramma. Elk om de 5 jaar dat het warmteprogramma moet worden geactualiseerd. Het eerste warmteprogramma, de vaststelling ervan, is volgens het besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, een eerste conceptversie daarvan, is al eind 2026 als opvolger van die transitievisie warmte. En dan om de 5 jaar dat het moet worden geactualiseerd.
En in zo'n warmteprogramma wordt dan ook in zijn kader van actualisatie ook weer teruggeblikt naar de afgelopen periode. Wat is er bereikt? En dan vervolgens, wat staat er te gebeuren de komende 10 jaar? Dus op het moment dat een warmteprogramma wordt vastgesteld eind 2026... moet voor de komende 10 jaar tot 2035 zeg maar de wijken worden vastgesteld die waar het aardgasvrij zeg maar de plannen moeten worden gemaakt. En dan met name dan ook die uitvoeringsplannen om die te concretiseren welke warmteoplossing er zal moeten komen voor die wijk. Het uitvoeringsplan is in tegenstelling tot het warmteprogramma geen verplicht instrument. Maar het is niettemin een belangrijke schakel als onderbouwing voor de wijziging van het omgevingsplan. Daarbij nog even de opmerking dat het uitvoeringsplan ook als onverplicht programma als bedoeld in de omgevingswet kan worden vastgesteld. Dus dat is een mogelijkheid die er is. Het is geen verplicht programma, maar kan wel als onverplicht programma als bedoeld in de omgevingswet worden vastgesteld. Nou ja, wat ik zo net al aangaf, het uitvoeringsplan is een belangrijke bouwsteen voor wijziging van het omgevingsplan. En het omgevingsplan is juist bedoeld voor de juridische verankering van die duurzame gekozen warmteoplossing die uit het uitvoeringsplan naar voren komt. En daarnaast, en daar ga ik meteen even op in, dan moet het omgevingsplan qua juridische borging voldoen aan een aantal inhoudelijke vereisten die voortvloeien uit het BGW, het Besluit Gemeentelijk Instrument Warmtetransitie. Het is heel erg belangrijk, nog even qua bevoegd gezag, dat het warmteprogramma bevoegdheid is van het college. Het uitvoeringsplan qua vaststelling ook bevoegdheid is van het college. Het omgevingsplan daarentegen, de wijzigingen van bevoegd gezag, de gemeenteraad is. Dus het ook in die stappen ervoor is het heel erg relevant om die gemeenteraad te betrekken bij dit planproces. Dan, wat betreft even de juridische borging van het uitvoeringsplan, er zitten een aantal elementen die uit het uitvoeringsplan voortvloeien. Die zijn heel erg belangrijk om die juridisch te verankeren in het omgevingsplan als planregel. En dan gaat het met name om de gekozen warmtevoorziening ter vervanging van aardgas, de redelijke termijn. Dat wil zeggen, de termijn waarop het aardgas wordt vervangen door de warmteoplossing. Nou ja, wat Ivo aangaf, dat is als de richtlijn geldt voor de redelijke termijn 8 jaar. Maar daar kan natuurlijk van worden afgeweken. Het kan een kortere termijn zijn, het kan een langere termijn zijn. Dat hangt af van de lokale situatie. Dat hangt ook heel sterk af van de rol van een netbeheerder als het gaat om investeringsplannen in de wijk of vervangingsmomenten in wat betreft de gebouwde omgeving door de woningcorporatie als het gaat om huurwoningen, et cetera. Die redelijke termijn die moet dan worden vastgesteld ook met alle stakeholders wat dan een goede termijn is. Dan nog even de keuze voor een alternatieve warmteoplossing. Bewoners in die wijk die hoeven niet mee te gaan in die gekozen warmteoplossing. Die kunnen ook zeggen, oké, ik kies voor een alternatieve warmteoplossing, de zogeheten opt-out op individueel niveau. Dus ook dat is iets wat in de planregel moet worden verankerd, dus als onderdeel van die wijziging omgevingsplan. Dan nog een hele belangrijke is die vergewisplicht. Je moet het proces qua uitvoering na die redelijke termijn, het moment waarop de wijk van het gas afgaat, moet gemonitord worden door gemeente. En dan is het ook echt op die bepaalde datum, dat wordt echt gecontroleerd, nagegaan door de gemeente, is die alternatieve warmte, collectieve warmteoplossing, is die ook daadwerkelijk beschikbaar? Zijn de bewoners ook aangesloten op die alternatieve gekozen warmteoplossing, bijvoorbeeld een warmtenet? Of de mensen die hebben gekozen voor een individuele opt-out mogelijkheid, een individuele alternatieve oplossing, voldoet dat aan de eisen, aan de bepaalde eisen die voortvloeien uit het besluit bouwwerk leefomgeving? En zijn die mensen ook al aangesloten op die, voldoet die aan de eisen? Dan is het even heel belangrijk, naast die planregels die in het omgevingsplan moeten worden opgenomen, is het heel erg belangrijk dat in de motivering van die wijziging van het omgevingsplan ook de betaalbaarheid naar voren komt. En de haalbaarheid en de gevolgen voor de energieinfrastructuur. En wat betreft die betaalbaarheid moet uit het uitvoeringsplan blijken dat de gekozen warmteoplossing, bijvoorbeeld een warmtenet, dat die
Wat de maatschappelijke kosten ervan zijn. En wat uiteindelijk ook de kosten zijn voor de eindgebruiker, dus de bewoner zelf. Wat betreft haalbaarheid moet ook gemotiveerd worden. Dat moet ook weer blijken uit het uitvoeringsplan. En dan is het dus heel belangrijk dat er is gekeken naar, is het voor de betrokken bewoners, is het uitvoerbaar? En zijn alle mensen betrokkenen goed betrokken bij die haalbaarheid van die plannen? Dan nog even het tweede, of het laatste aspect, die gevolgen voor die energieinfrastructuur, is het heel erg belangrijk van, is wat gebeurt er nou precies in die wijk betreft eventuele netverzwaring als gekozen wordt voor een all-electric wijk. Dus ook dat aspect is heel belangrijk om dat mee te nemen in je uitvoeringsplan. Dus dit zijn in een kort bestek even alle aandachtspunten wat betreft het uitvoeringsplan en met name even in de juridische context. Dankjewel Dirk. Kom je er weer bij zitten? Ja. Super, want er zijn wat vragen verschenen en die gaan we zo behandelen. Maar we gaan eerst nog even naar de laatste polvraag kijken. Dat was wat mij betreft een beetje de hamvraag, vond ik in ieder geval. Wanneer denk je de eerste aardgasvrije wijk op te kunnen leveren? En dan bedoelden we niet nieuwbouwwijken, maar bestaande wijken die van het aardgas af worden gehaald. Ik lees weer de reacties op. De eerste keuzemogelijkheid was voor 2025. Wat denken jullie? Ja, jij hebt al gekeken natuurlijk. Ik zie het, ja. Nul, zeg ik maar gewoon gelijk. Voor 2030, kleine 40%. Voor 2040 zegt ongeveer een kleine 55%. En pas daarna blijft er nog 7% over. Dus voor 2025 lukt het nog niet ergens, als dit een goede steekproef zou zijn. Maar voor 2030 moet het wel op een flink aantal plekken gelukt zijn. Ja. Nou, dat sluit aan op jullie beelden, denk je, of niet? Ik vind dat netjes. Dus, op zich wordt er hard gewerkt. Dan lijkt mij als dat nog voor 2030, dat lijkt me toch wel netjes. Ja. Er gebeurt veel en dat blijkt, dus dat is hartstikke mooi. We doen het ervoor, zeggen we hier. Ja. Ja. Hartstikke goed. Die in voor 2025 al klaar zijn, die zullen wellicht ook niet meer deze webinar bijwonen. Die zijn al heel snel bezig. Die zijn al klaar, ja. Goed, we gaan een aantal vragen behandelen die vooraf zijn ingestuurd. En ik zie, ik kijk af en toe met de schuin naar de chat. Sommigen komen ook bij de chat wel een beetje terug. Misschien maar als eerste, Marieke, een vraag aan jou. Hoe zit het met de individuele warmteoplossingen? Veel bewoners bewoners kiezen soms voor een eigen hybride ketel bijvoorbeeld. Ja. Of een warmtepomp. Is de hub daarvoor ook geschikt? De handreiking. De handreiking, uitvoeringsplan, pardon. Ja, nee, het doel van de handreiking was inderdaad om heel breed alle soorten te vatten. Dus je hebt verschillende uitvoeringsplannen die kunnen voldoen aan de drie vereisten die we net zeiden. Hè? De aanwijsbevoegdheid, aardgasvrij en gebiedsgericht. En dat kan dan zowel voor collectief als voor een individuele techniek zijn. Het kan van techniek verschillen of de samenwerking binnen een wijk verschilt. Hè? Dat is echt een maatwerk, iets waar je naar kijkt. En je zal zien dat als je het invult, dat het zwaartepunt eigenlijk gaat veranderen. Dus als je een handreiking gebruikt voor het maken van een uitvoeringsplan op individueel niveau, dan zal het veel meer gaan over het ontzorgen van mensen, het zorgen dat ze gezamenlijk kunnen inkopen, dat soort zaken. En als je de handreiking meer toepast voor een collectieve optie, een warmtenet, dan zal je meer aandacht besteden aan, ik zeg de infrastructuur, maar we weten allemaal dat je ook voor All Electric nu de infrastructuur, dat ook een groot knelpunt is. Maar de zwaartepunten zullen veranderen, maar je kan de handreiking zeker gebruiken voor alle soorten uitvoeringsplannen. Ja. En wel gericht in de basis op aardgasvrij. Ja. 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 Welke gemeenten mee laten kijken, juist die ook bezig zijn met dit soort opgaven, het All Electric wijkers hebben wel meegekeken, maar we kunnen echt nog wel verdiepen. Je bedoelt meegekeken met het maken van de handreiking? Ja, zeker. Okay. Ja, jij gaf natuurlijk ook aan dat er nog een voorbeeld ook gemaakt gaat worden, juist voor die all-electric oplossingen. Nou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als gemeente daar dan ook weer uit kunnen putten en kunnen zien waar dan de zwaartepunten dan liggen. Oké, dank je. Al een andere vraag die ons vooraf had bereikt is dat die handreiking natuurlijk niet overal een antwoord op geeft. Even de administratie doen. Ik heb een paar onderwerpen waarvan ik me dan ga afvragen, waar vind je dan informatie als dat niet in die handreiking staat? En dan misschien kan jij daarbij helpen. Subsidies bijvoorbeeld. Er staat niet per se een hoofdstuk in over hoe ga je nou om met subsidies, hoe vaak vragen mensen aan of wat doe je als partners daarmee. Waar vind je daar meer informatie als je daar vooral wat over wil weten of hulp bij nodig hebt? Nou, onze afdeling communicatie heeft hard gewerkt aan een nieuwe website. En een van de drop-down minuutjes daarin is financiering.
Daar zit ook een pdf of iets dergelijks, een overzicht van subsidiemogelijkheden in. Okay. Dus, en er staat meer over financiering ook op npow.nl. Ja, dus dat staat er nu al op. Dat staat er nu al, ergens financiering. Ja, is inderdaad. Een pdf met subsidieuitleg. Goed, ja. Participatie. Ook op de chat hoor, gaat het veel over bewoners betrekken. Ik kom zo nog een vraagje bij jou, Ivo. Maar dat staat ook niet in deze handreiking hoe je dat doet. Hè. Daar is natuurlijk ook, daar kan je handreikingen ook alweer apart allemaal voor ontwikkelen. Waar vinden mensen daar wat over? Als ze willen weten, hoe doe ik nou de participatie in de wijk? Ja, dat is niet mijn expertise, zeg maar. Hè. Ook het is een beetje clichématig onderwerp. Maar ook dat is een van de drop-downs menu'tjes op onze website. En ik spiek eventjes, want waren we ook niet bezig met een onderzoek naar burgerbetrokkenheid als een van de thema's. Waren we dan niet samen ook met Marijke mee bezig? Ja, Marijke is daar volgens mij sowieso mee bezig. Ja, en er gebeurt heel veel rondom participatie. Ja. En ik denk dat mensen daar op zich ook nog wel goed informatie over kunnen vinden. Er is op de NPOW-website natuurlijk een heleboel informatie over te vinden. Je hebt ook de handreiking participatie, volgens mij. Ja. Die is er ook. Dus er is heel veel informatie. Er is heel veel informatie hierover op npow.nl, maar het is ook een van de onderwerpen die we dus wel weer ook weer volgend jaar verder gaan oppakken. Ja, want dat blijft natuurlijk. Handwerk, maatwerk, dat is gewoon ook best ingewikkeld. Ja, nou zeker ook met het wettelijk traject. Dan komen er natuurlijk ook weer nieuwe zaken bij kijken over hoe je dat proces goed inricht. Juist. Ja, want het is vormvrij natuurlijk. Dus je mag eigenlijk participatie doen zoals je wil. Maar het moet wel passen en aan een aantal vereisten voldoen. Ja. Daar gaat de handreiking wel op in. Maar we werken het niet helemaal verder uit. Nee. Het is wel juridische vereiste bij de besluitvorming voor de wijziging omgevingsplan dat er participatie heeft plaatsgevonden. Ja. Dus, maar de wijze waarop is vormvrij. Ja, en lokaal maatwerk. Er merkt ook iemand in de chat op, toen jij net het plaatje met de drie blokjes liet zien. Hè? Ja. Daar zit nog participatie ergens tussen, of onder, of boven. Ja, zeker. En dat klopt ook. Eigenlijk is dat door die schakels die ik noemde, warmteprogramma, uitvoeringsplan, wijziging, omgevingsplan. Is dat eigenlijk een doorlopend proces, participatie? Dat loopt daar doorheen. Ja. Ja. Hey, en business cases die veranderen, Paul, als je daarin geïnteresseerd bent. Dus hoe krijgen we het rond? Hoe rekenen we het rond? Ja, ook die zit onder de drop-down financiering. maar ja, goed, dat blijft natuurlijk een heel erg spannend ding. Hè. Dus je kunt zeker werken met bandbreedtes. Er is ook een handreiking of handleiding betaalbaarheid. Die staat op de website van de VNG en op volkshuisvestingnederland.nl. En die geeft daar ook praktische aanknopingspunten voor. Dus je gaat bandbreedtes hanteren. Hè, en je hoopt dat je die business case steeds specifieker kunt toespitsen. Tegelijkertijd weet je gewoon dat er altijd ontwikkelingen kunnen zijn. We hebben natuurlijk gemerkt de afgelopen tijd die per definitie onzeker zijn en die je niet kunt ondervangen. Mm-hmm. Maar in ieder geval die handreiking betaalbaarheid biedt daar aanknopingspunten voor. En die staat ook op npow.nl. Nou, ik weet even niet of die daar dan is. Nee, je zei vng.nl en volkshuisvesting.nl. Goed. Hij staat wel in de linkjes in de handreiking. Ja, dus als je de handreiking doorloopt, dan kom je ook heel veel van dit soort linkjes tegen waar Paul het over heeft. Oké. Okay. Ja. Dus bezoek de website, Marcel. ja, nou gaan we doen. De MER, daar kom ik even bij jou, Dirk, want daar was ook een vraag over op de chat. De MER, hoe zit het met de MER-beoordeling? Op welk moment in dat hele uitvoeringsplanproces, om het zo maar te noemen, is er een MER-beoordeling nodig, verplicht, slim, vraagteken? Ja, niet te onderschatten onderwerp, denk ik, vanuit juridische optiek. Als we dan even teruggaan naar het planproces, dat groene plaatje voor zo net over warmteprogramma, uitvoeringsplan en wijziging omgevingsplan, ook daar weer, wat ook geldt voor participatieproces, moet je altijd opletten waar komt die MER-plicht eventueel aan de orde. Mm-hmm. Nou, bij het warmteprogramma kan die aan de orde komen als plan-MER-plicht. Het gaat even om, je moet altijd heel goed kijken, wat is nou precies de inhoud van het warmteprogramma? En zit er daar bijvoorbeeld toch al, zit daar een richting in wat betreft MER-plichtige activiteiten. Nou, als je het hebt over... Kun je daar een voorbeeld van noemen? Een collectief warmtenet bijvoorbeeld. Okay, ja. Die staat op de lijst, straks even wel denkend vanuit de omgevingswet. Met name, die heeft een lijst, met name het omgevingsbesluit bij lage 5. Er staat een lijst in wat betreft MER-plichtige activiteiten. Ja. Daar moet goed naar gekeken worden. Daar staat bijvoorbeeld ook
de categorie warmtenetten in, buisleidingen, wat betreft warmte. Als je daar naar kijkt, dan geldt een merkplicht of een merkbeoordelingsplicht. En als dat onderdeel is van je warmteprogramma, kom je al in die planmer terecht. Ja. Dus eigenlijk min of meer het warmteprogramma is kaderstellend. Right. Dat is even het vereiste. Ja. En kan je in het uitvoeringsplan ook met een merkplicht te maken krijgen? Dan kun je ook weer eigenlijk ook weer terechtkomen. Of aan de orde. Er komt waarschijnlijk ook weer een merkplicht aan de orde. Ook weer als je hebt over warmteprogramma, over warmtenet. En dat trekt het zich ook naar het uitvoeringsplan, een warmtenet. Ja. Moet je ook daar heel goed kijken van. Ja, een warmtenet staat op die lijst. Het is kaderstellend voor de uitvoering straks. Dus ook daar komt dan ook weer een merkplicht eventueel aan de orde. Oké, okay. Dus als ik het goed begrijp, in meerdere momenten in dat proces kun je te maken krijgen met de merkplicht. Wel even, met die kanttekening denk ik heel belangrijk om op te merken is voor de praktijk van, ja, worden we nu met al die besluiten opgeschaald met de merkplicht. Dat is heel erg omvangrijk en tijdrovend. We hebben ook gesprek gevoerd met de commissie MER, de adviesinstantie wat betreft de merkplicht. Die heeft ook aangegeven, de resultaten die voortkomen uit bijvoorbeeld een MER, een planmerplicht wat betreft het warmteprogramma. Die resultaten neem je ook mee bij een eventuele planmerplicht voor het uitvoeringsplan. Okay, dat scheelt werk? Dat scheelt werk. Okay. Overigens, een van de opmerkingen in de chat was over de juridische kant moeten we misschien een aparte webinar volgen. Toen jij, volgens mij was je nog niet een kwart op weg. Nee, zei iemand dat klopt, al? Want daar klopt. Zit heel veel. Klopt. Want jij noemt zomaar even een paar termen. Ja. Die natuurlijk voor een. Je had het ook over een niet verplicht programma. Of onverplicht programma, geloof ik, noemde het in het kader van de Omgevingswet. In relatie tot het uitvoeringsplan. Niet om nu per se helemaal uit te lichten, maar zo heb je natuurlijk al heel veel termen snel te pakken. Waarvan misschien een. Luisteraar of kijker zal denken, hè, wat is dat dan weer precies? Ja. Dus, En we hadden Dirk ook gewoon 2 uren aan het woord kunnen laten. Ja. En dan wisten we nog niet alles. Maar fijn dat je er bent, Dirk. Dank voor dit antwoord over de MER. Ivo, ik heb nog een vraag aan jou. Want volgens mij, jullie zijn van MSG Sustainable Strategies, zeg ik nog maar even een keer. Jullie werken ook voor gemeenten. Dus jullie maken ook uitvoeringsplannen op dit moment in de praktijk. Waarbij je, neem ik aan, de handreiking waar jullie aan meegewerkt hebben. Of een flink deel van gedaan hebben ook. Als uitgangspunt benut. Ja. Dat is even een aanname van mij. En mijn vraag natuurlijk aan jou is, hoe loopt dat dan? Hoe gebruik je die handreiking nu? En wat zijn je ervaringen ermee? Ja, dat is eigenlijk best wel leuk. Als een slager die zijn eigen vlees keurt. Zeker. En dat helpt het betrokken zijn bij het opstellen helpt natuurlijk ook wat bij het gebruik. Maar dat zijn we inderdaad nu aan het doen. We zijn in een gemeente actief bij voor een uitvoeringsplan voor een individuele warmteoplossing. Zijn we eigenlijk, daar waren we al langer bezig, dus we hebben het niet vanaf het begin kunnen doen. Maar nu bij het schrijven gebruiken we de handreiking actief. Het is eigenlijk ook heel leuk om het nu zelf in te moeten vullen in de praktijk. Dat je toch, denk sommige dingen zijn makkelijker in de handreiking te zetten dan in een echt uitvoeringsplan. Ja. Maar we merken ook wel dat het heel fijn het gedachteproces structureert. We zijn nu bijvoorbeeld, we gaan morgenavond met bewoners aan tafel zitten om het hierover te hebben, over de plannen. Ja. Ook kunnen denken van, de techniek, die willen we graag bij hen checken of het klopt dat we zeggen, of zij daar gekke dingen in zien. Maar dat handelingsperspectief, daar willen we echt van hen horen van, wat hebben jullie nou nodig om dit te doen, om dit haalbaar te maken? En dan bedenken wij wel welk plan van aanpak daarbij hoort. Dus als het gaat om welke ondersteuningsstructuren, daar kun je als gemeente heel goed je ideeën over vormen. Als het gaat over waar die behoeften liggen in de wijk, dat wil je echt diep gaan bespreken. Ja. Dus op die manier helpt dat ons ook weer om dat in te vullen. Hey, nu je toch bewoners hebt genoemd, want ook daar wordt veel over gevraagd op de chat. En dan maken we langzaam maar zeker het stapje naar de chat in de laatste pakweg 5 minuten die we hebben. Jij zei volgens mij in jouw verhaal, bewonersinitiatieven die zijn een partner. Ja. Niet, als ik het even in mijn woorden vertaal, per se alle losse inwoners. Mm. Dus als jij nu zegt van wij gaan met bewoners om tafel, in die concrete casus die je net beschrijft. Mm-hmm. Met wie zit je dan aan tafel? Zit je dan met mensen die op een avond afkomen? Of zit je inderdaad met een wijkvereniging? Of hoe doe je dat dan? Dit zijn het met losse bewoners uit de wijk. Dus die zich aangemeld hebben voor een werkgroep om mee te denken. Right. En ik denk dat het wel het besef dat je als een partner, dat klinkt een beetje oordelend. Van de ene is het wel, de ander niet. Het gaat vooral om dat je best een inzet vraagt van die mensen. En dat een keer vrijblijvend meedenken of meerdere keren dat doen, dat is iets dat veel mensen nog wel zullen willen doen. Waarmee je ook best een brede groep kan bereiken. Als het gaat om avond na avond diep je tanden in die plannen zetten. Ja. Dat,
Dat is best wat gevraagd. En krijg je waarschijnlijk best een kleine groep die dat wil doen. Okay, dus daar zit dat onderscheid ook in. Het zit hem in de werkbaarheid ook. Niet iedereen kan dat zo intensief. En dan krijg je dus te maken met een groepenbonus, een werkgroep, een bewonersinitiatief, een wijkraad, mensen die bij elkaar komen. Precies. Zo. En zo'n bewonersinitiatief kan daar heel mooi voor zijn. Een groep bewoners die echt zelf wat wil. En dan krijg je ook te maken met een organisatie die best professioneel wordt. Dat klinkt vaak als nog steeds een paar mensen in hun vrije tijd. Maar dat wordt op een gegeven moment ook gewoon heel professioneel hoe die daarin zitten. En kun je ook gewoon echt in de aanpak of in de uitvoering kunnen die een grote rol nemen. Losse bewoners, denk ik, toch ook de mogelijkheid bieden om op een wat vrijblijvende niveau mee te denken. Right. Nou, het is goed dat je dit onderscheid nog even onderstreept. Ik zag een vraag in de chat. Ja, ik zie er veel meer hoor. Maar het gaat een aantal keer over kavels, warmtekavels. Even kijken of die nou stond. Ja. Hoe verhoudt het ontwikkelen van een uitvoeringsplan zich tot de voorbereiding van de vaststelling van een warmtekavel? Wie? Dit is de hamvraag. Dat is een hele goede vraag. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan zijn we daar gelijk heel goed. Wie kan er iets over zeggen? Ja, ik denk dat Dirk er iets over moet zeggen. Het gaat over volgorde of zo? Ja, absoluut over volgorde. Ik had nog een slide die hierover ging. In het stappenproces, die kon niet meer aan bod komen. Maar inderdaad, wat betreft meer in het laatst tot de wet collectieve warmte. Waarbij dus, als je kiest voor een collectief warmtenet als duurzame wijkoplossing, dan straks in het kader van die WCW, afgekort, als eerste stap een warmtekavel moet vaststellen. Dus, en daarna volgen nog een paar stappen, maar dan ben je nog niet. Daar pas later volgt het uitvoeringsplan. Mm-hmm. Dus informatie die uit het vaststelling van de warmtekavel, dan krijg je dus de aanwijzing warmtebedrijf, publiek warmtebedrijf, warmtegemeenschap. En dan. Maar wordt het dan niet heel sturend voor de oplossing die in zo'n uitvoeringsplan komt te staan? Dan, als je dan nog weer gaat participeren en mensen vragen. Ja, dan, maar dat loopt wel steeds weer loopt het participatieproces er doorheen. Dus ook bij die vaststelling van de warmtekavel is ook dat participatieaspect weer belangrijk. Right. En klopt het ook als ik zeg dat je sowieso als individuele bewoner de opt-out mogelijkheid houdt? Hè? Dus je kunt nog steeds zeggen, ik doe niet mee met de voorkeursalternatief van de gemeente. Als je een kleiner collectief bent tot 1500 aansluitingen, gelden ook andere regels voor. Ja. En je kunt ook nog steeds een ontheffing vragen als je meer dan 1500... Ja, precies. En dan hoef je geen vaststelling warmtekavel. Hè, of dat aanwijzen publiek warmtebedrijf voor dat kleinere collectieve systeem. Maar die stappen zijn wel belangrijk om die te doorlopen, want dat is wel weer input voor het uitvoeringsplan. En dan weer daarna volgend voor de wijziging omgevingsplan. Die stappen. Ik denk dat het goed is om te beseffen. Het maakt het er niet makkelijker op. Maar dat warmtekavels best wel kunnen verschillen in grootte ook. Het ene warmtekavel zal meerdere steden zijn, meerdere gemeenten. Het andere is eigenlijk de wijk waarin je een uitvoeringsplan opstelt. En dat maakt natuurlijk nogal een verschil voor het type uitvoeringsplan dat je maakt. Is dat nou één bouwsteentje in een heel groot geheel? Of is dat eigenlijk het kavel, dus een op zichzelf staand plan? En in welke gevallen kan je makkelijker voor iets anders kiezen als wijk? Oef. In deze twee scenario's? Of is dat zo simpel niet te beantwoorden? Dat is best moeilijk te beantwoorden, denk ik. Ik denk, als je op het moment dat je naar zo'n groter kavel kijkt, dan heb je heel veel afhankelijkheden. Dat is, denk ik, het ingewikkelde dan. Dus welke keuze heb je dan op wijkniveau nog te maken? Ja. Daar zitten gewoon ook keuzes die al eerder vastgelegd zullen zijn. Het is heel belangrijk voor een warmtekavel, ook qua omvang om die vast te stellen, is daar een zelfstandig warmtenet te exporteren. Kan dat rendabel functioneren? Ja. Dus dat is belangrijk voor qua omvang. En dan is het misschien ook belangrijk soms te kijken naar zeg maar buiten je eigen gemeente. Hoe sluit het aan op eventuele potentie, mogelijkheden bij een andere naastliggende gemeente? Dus een warmtekavel kan ook gemeentegrensoverschrijdend zijn. Dat betekent wel weer, dat is natuurlijk ook weer belangrijk voor je uitvoeringsplan natuurlijk. Hè? Dat heeft bepaalde impact op je uitvoeringsplan. Ja, en in het proces om zo'n uitvoeringsplan te maken, hè, daar is het NPLW nu mee bezig om dat echt goed op te schrijven. Daar wordt dit echt een van de cruciale onderwerpen die we heel goed willen gaan uitwerken voor verschillende soorten warmtekavels waar we het nu over hebben. Dus ik hoop dat daar op korte termijn echt beter informatie voor beschikbaar is. Want deze vraag komt steeds terug en is gewoon super juist relevant. Juist, participatie ook. Juist, ja. Goed, we zijn door de tijd heen.
Het is 4:00 en we hadden tegen de kijkers thuis gezegd, 4:00 zijn we klaar, dus we gaan afronden. Ik wil jullie alvast hartelijk bedanken voor jullie input. Er zijn nog meer vragen op de chat verschenen, maar die gaan we gewoon beantwoorden. En we zorgen dat de belangrijkste in een Q&A worden gepubliceerd. Voor meer informatie hadden we al een paar keer gezegd, dus ik zeg het nog maar één keer. Kunt u naar www.nplw.nl. Daar is ook waarschijnlijk eind van deze week deze webinar terug te kijken. Dus als het allemaal te snel ging, bijvoorbeeld met de juridische dingen, kijk het rustig even terug en stuur het gerust door naar collega's. Die vragen en antwoorden, die zei ik dus. Dus de vragen die we nog niet hebben kunnen beantwoorden, die komen in Q&A. Dat zal begin 2024 worden, denk ik. We gaan naar de kerstperiode en we willen het natuurlijk goed beantwoorden. Bij NPLW kun je ook nog op de nieuwsbrief abonneren. Dan blijf je op de hoogte van andere webinars bijvoorbeeld. Dus doe dat. En mocht je ondanks deze webinar of vragen die je hebt gesteld en in de Q&A al dan niet terugleest, nog een specifieke of een hele dringende vraag hebben, mail dan naar nplw.helpdesk@rvo.nl. Dus let op, nplw.helpdesk@rvo.nl. En het allerlaatste wat ik ga zeggen is dat als wij zo afsluiten, er nog een evaluatie in beeld verschijnt, vul die alstublieft in, want dat helpt ons weer de volgende webinar nog beter te maken. Ik wens u een hele fijne dag nog. Jullie allemaal hartstikke bedankt voor jullie input. Kijkers thuis, zeer bedankt. En veel succes met jullie werk in de praktijk. Tot de volgende keer.